Het is de dag van de tijdrit. Mogen de ware tourfavorieten opstaan? Lekker even inrijden. Wat interviews op de foto. De auto krijgt het naambordje. De fiets wordt gemeten en gewogen. 7,7 kilo. Tekenen, aftellen, concentratie en gaan. Maar het is een zwaar parcours. Vooral de eerste helft. Niks, eigenlijk geen meter vlak. Altijd op en af. Geen lange beklimmingen of zo. Maar ja, voor de renners met veel macht in de benen. Het eerste stuk ook heel veel wind tegen. Dus, maar niet echt technisch. Dus weinig gevaarlijke bochten. Cancellara favoriet eindigde als vijfde achter winnaar Schumacher. Menchov knap zesde. Evans op de fiets waarvan het stuur 1 miljoen standen kan hebben. 1 euro per stand. En de omgekeerde V-vormige vork. Het achterremblokje op een nieuwe plek. Alles voor minder luchtweerstand. Had 7 seconden minder nodig dan de kopman van de Rabobank. Joost Postuma eindigde als 42e en Laurens ten Dam in zijn eerste tour, zijn eerste tijdrit, als 92e op 3 minuten en 13 seconden van de winnaar. En daar waren hij en zijn broer tevreden. Ja, zei hij? In de studio, ja. Ah, ik zal hem eens bellen. Ja, zeker weten. Ik bedoel, voor een tijdrit heeft hij het niet slecht gedaan, denk ik, zomaar eens. Dus ik denk dat het wel meer in gaat zitten voor de komende dagen in de tijd in de Pyreneeën, denk ik. Ik heb gegeven wat ik waard ben en ik denk dat ik niet al te veel heb laten liggen. Ik kon vanochtend niet verkennen. Dus een paar bochten ging nog een klein beetje spetteren. Mocht ik geen risico pakken natuurlijk. Als je op je kloten slaat, dan ben je verder van huis. Maar op zich wel redelijk tevreden. En jij, fiets je ook? Nee, ik fiets helemaal niet. Nee, ik heb nooit zoiets geambieerd om te gaan doen. Dus ik ben gewoon vrachtwagenchauffeur. Dat zit eigenlijk. En, voor mijn hobby's doe ik een beetje aan drummen in een bandje. Zit bij de brandweer, dat soort dingen. Maar niet sportief doe ik eigenlijk helemaal niks. In de auto achter Ten Dam was men ook tevreden. De benen werden er even losgegooid en er werd met bewondering gekeken. Alles, kom op. Ja, leuk. Ik denk, het is wel leuk om een tijdrit mee te maken in de Tour. En Laurens reed een mooie tijd, denk ik. Een mooie tijdrit. En leuk circus.